mensen, top dat jullie weer kijken. Pas geleden hebben jullie gezien dat wij zijn begonnen met een nieuw voertuig. Een voertuig wat twee hele grote hoepelwielen moet krijgen, zodat hij over kop kan duikelen. Nou, dat wordt echt een heel vet ding. Maar we missen nog een paar belangrijke onderdelen. Twee hele grote hoepels. Nou heb ik daar dus wat tekenwerk voor gedaan om die onderdelen te laten snijden. En ze zijn klaar en we hebben ze opgehaald. Kom kijken. Dit zijn de stukken loopvlak. Daar gaan straks de wielen overheen rijden. En daar liggen allemaal segmenten. En dan worden straks die ringen. Ja, daar heb ik natuurlijk in segmenten laten snijden. Ja, want zo'n grote plaat kan dan alleen zo'n kleine ring uithalen. Dat is natuurlijk een beetje zonnend van het materiaal. Zo is dat een stuk zuiniger. Maar ja, we moeten wel even in elkaar lassen. We gaan de veerpoot eraf halen, want we willen natuurlijk niet dat hij nog gaat veren, want anders rijdt hij dadelijk uit zijn hoepelrails. Dat moet u niet hebben. Zo, buisje ertussen, dan is hij geblokkeerd, hè? Zo is het. Veer ertussenuit, buis ertussen en bakken maar. Nieuwe veerpoot, of nou ja, poot. Hè? Meer poot, weinig veer. Ja. Daar zo, kijk. We hebben een buisje tussen de schotbreker en de veerschotel gelast en de oorspronkelijke veer die liggen daar al op de grond, allebei eruit. Laat hem ertussen zetten. Ik denk dat hij niet veel meer veert, het is goed. Dat denk ik ook. Ja, mooi. De andere kant is al klaar. Even kijken wat we hier nog meer gedaan hebben. Daar is het dan een extra schoor tussen gelast om te voorkomen dat de veerpoot naar achteren gaat, want die zit natuurlijk in rubbers. Dus, ja, als hij dadelijk in die hoepel staat, dan buigt hij natuurlijk wel iets naar achteren en dat willen we natuurlijk niet. Dus de wielen zitten er weer op. Het stuurhuis hebben we even vastgelast dat hij niet meer kan draaien. Ja, dan gaan we natuurlijk niet meer met het stuur doen. Dat is er ook al uit. Dus nou, dan kan de hoepel erop en dan kunnen we de steunwielen gaan maken. Ze kunnen eromheen. Ik wou net zeggen, laten we hem gaan passen. Ik ben benieuwd, want hij is wel een beetje omgetrokken tijdens het lassen, dat wel. Maar het ziet er toch wel aardig rond uit, vind ik dan. Wat zoeken ze toch? Van een steen, hè? Normaal niet. Ja, ik probeer er de hele tijd iets moois van te maken. Dirk die sloopt hier gewoon ondertussen alles, hè? Ja. Vind je dit nou normaal? Ik vind het wel leuk eigenlijk. Oh. Ai. Kijk, daar zit nog een stukje en die steekt vol onze hoepel uit. Dus ja, dat komt natuurlijk niet goed. Dus alles wat uitsteekt, zal worden afgeslepen. Moeten we alleen nog even ergens anders een radiateur bedenken dadelijk. Want ja, die is dus ook verdwenen.
Ja, ik heb die hoepel al een beetje groter gemaakt dan wat je in eerste instantie van plan waren. Maar ja, anders hadden we ook zeg maar het uitlaatspruitstuk en de luchtfilterbak en alles weg moeten halen daar. Dus dat is gelukkig niet nodig. Dus de voorbalk en de radiateur. Ja, dat is wel overkombaar, denk ik. Maar aan deze kant missen we nog iets, hè? Ja, nog zo'n ding. Nog zo'n hoepel. En toevallig heb ik in de tussentijd nog een hoepel gelast. Want die ligt nou hier. Dus ik zou zeggen, laten we die even erop zetten. De volgende keer gaan we een vliegende schotel bouwen, denk ik. Vet! Een schotel, dat lukt wel. Alleen dat vliegen nog. Maar ja, dat is een detail. Dat vliegen lukt ook wel. Ja, naar beneden. Maar dat is nergens afgehoord. Ja. Nog een rempomp. Koplamp. Wow, een heel voorfront van de Ford Ka gereconstrueerd. Ja, het originele voorfront, dat kon niet meer, want dan raakte anders de grond als je over kop zou rollen. Ja, een heel stuk van afgeslepen. Een paar nepkoplampen gemaakt. Grilletje terug. Is toch weer herkenbaar. Kijk netjes. Kijk, extra steunwieltjes. Daar eentje. Hier eentje. En daar nog een. Om te voorkomen dat onze hoepel dadelijk doorzakt. Ja. We lassen nog even een extra ring aan de binnenkant om te voorkomen dat die hoepel dadelijk afloopt. Kijk, passen die wielen mooi strak in. Hij past nou nog iets te strak, maar dat komt omdat het ding is kromgetrokken tijdens het lassen. Deze staan nog helemaal naar binnen toe, dus die moeten we nog een beetje naar buiten persen. Zo mensen, dat was het voor vandaag. We zijn goed opgeschoten, maar ja, het is nog steeds niet klaar helaas. Dus we gaan er volgende keer weer aan verder. En ik hoop dat we hem dan toch op zijn eigen wielen kunnen zetten. En misschien eens even voorzichtig kunnen starten en eens even kijken wat er gebeurt. Dus vooral blijven kijken. En bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.